Welkom bij Rijnmond. Afscheid nemen van een geliefde is in tijden van corona extra zwaar. Niemand ging je zo'n afscheid. Zeker niet. Nee. Orthodontiste gooit het roer om en begint een boodschappenservice. Voor de risicopatiënten, dus eigenlijk vooral ouderen. En hier in Rotterdam hebben ze een buurtfeest op gepaste afstand. Nou ja, iedereen staat mooi op zijn eigen balkon, dus corona-vrij zijn we zeker. Morgen veel bewolking met soms een beetje zon. Het blijft wel droog en het wordt slechts 9 graden. Namorgen wordt het zonnige en warme. Meer daarover op Rijnmond.nl. Welkom bij Rijnmond. Meer dan 1/3 van alle horecaondernemers gaat zeer waarschijnlijk in de maand mei failliet. Als ze nog steeds dicht blijven en vakantietoeslag moeten uitbetalen. En wie kijkt er niet naar uit, hè? Gewoon lekker hier op zo'n terras zitten, je rozeetje drinken. Straks een Rotterdamse ondernemer die er alles over vertelt en wat het betekent omdat zijn zaak nog zo lang op slot zit. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Ja, dat hij zijn maatje maar gauw mag verlullen en dat ze de straf krijgen die ze verdienen. Op eerste paasdag, afgelopen zondag, is een 18-jarige jongen met een mes gestoken. Dat gebeurde bij een speeltuintje aan de Wiekendreef in Spijkenisse. Het slachtoffer had geluk, want hij werd gered door 2 buurtbewoners, Danny en Rika Veerman. Ja, ze lagen hier zo vlak voor de schuur, waren ze in eerste blik, wat ik dacht, gewoon aan het vechten, zeg maar. Het leek een vechtpartijtje, dus ik dacht, ja, weet je wel. 1 tegen 1 ga ik niet gelijk tussen springen. Ja, hij lag wel al op de grond op een gegeven moment. Dan denk ik, ja, dan is het wel klaar. En toen kwam nummer 2 erbij. Dus, ja. Niet alleen Danny en Rika, maar ook hun honden hadden een aandeel in de reddingsactie. De dader die wilde met hem eigenlijk op de vuist. Die was ook niet van plan om weg te gaan. Die wilde echt nog een paar keer terug naar het slachtoffer om een soort van zijn werk af te maken. En toen ging hij tegen Danny tekeer en er kwam een woordenwisseling. En ik weet dat Danny niet terugdeinst. En die jongen zag er ook niet uit dat hij terug zou deinzen. En toen werd ik wel bang. Toen dacht ik, nou moet ik iets doen om de situatie even, te kalmeren, te open te breken. Dus het enige wat er bij mij naar boven kwam was die honden staan achter de deur. En ik laat die honden los. En dat heb ik gedaan. Danny en Rika zorgden voor het slachtoffer totdat de hulpdiensten kwamen. De gebeurtenissen hebben veel indruk op hun gemaakt. Dat ik mijn eigen dochter heb van dezelfde leeftijd als die gasten. En die loop je natuurlijk ook rond de hondje uit te laten met de metro naar school. En daar lig ik dus 's nachts ook wakker van als het maar goed gaat. En als er maar niet een van die gekke gasten tegenkomt. Want, tegenwoordig trekken ze heel snel een mes en word je gewoon meteen neergestoken bij het eerste de beste dingetje. Ja, en ook dat het op klaarlichte dag is. Ja. Weet je wel, ik bedoel, het interesseert ze allemaal gereed. Ze kijken nergens naar, iedereen zit in zijn achtertuin. Ja, het is gewoon een blok met een veld ertussen. Iedereen was in zijn tuin bezig, het was hartstikke lekker weer. Overal ging de barbecue rustig aan en waren ze in de tuin aan het knutselen en aan het doen. Het interesseert ze allemaal helemaal niks. Weet je wel, het gaat zo makkelijk tegenwoordig. Steek je gewoon neer. Een van de 2 verdachten is inmiddels opgepakt. Het volledige interview met Danny en Rika Veerman kunt u zien op onze website www.rijnmond.nl. Alex Koelhof uit Rotterdam-Overschie verloor 3 weken geleden zijn 75-jarige vader. Hij werd opgenomen met coronaverschijnselen en amper 3 dagen later overleed hij in het ziekenhuis in Schiedam. Alex wil zijn verhaal graag kwijt, om mensen te waarschuwen, om duidelijk te maken hoe traumatisch het is om iemand op deze manier te verliezen. Zo snel, zo kil en zo onpersoonlijk. Niemand ging je zo'n afscheid. Zeker niet, nee. De skin-to-skin is ook niet meer, want je hebt natuurlijk een mondkapje voor. Dus een kus op zijn voorhoofd geven, daar zit iets tussen. Het wrijven over zijn hand, dat is met latex handschoentjes, daar zit iets tussen. Dus ja, dat is natuurlijk wel, zo wil je geen afscheid nemen van iemand waarvan je houdt natuurlijk. Alex Koelhof moest veel moeite doen om ervoor te zorgen dat ook zijn tweelingbroer nog afscheid mocht nemen van hun vader. 1 voor 1 mochten ze zijn kamer binnen. Alex bleef 5,5 uur naast hem zitten en maakte toen een moeilijke beslissing. Dus ik heb in overleg zomaar met mijn vader, of met mijn moeder en mijn broer. En uiteindelijk ook nog met de arts die daar op de afdeling liep, heb ik besloten om toch weg te gaan. En dat begreep iedereen ook, hoor. Dat zei die arts zelf ook en mijn moeder ook en mijn broer ook. Dat ik natuurlijk al zo lang daar zat. Ja, het was heel zwaar. Ja. Weet je uiteindelijk of er iemand bij hem was toen hij overleed? Nee, niemand. Nee? Nee. Ik wilde mijn vader ook niet dood zien gaan. Heel gek is dat.
Maar ik ben natuurlijk heel lang bij geweest, echt wel ruim 5 uur. En het had in die 5 uur zomaar kunnen gebeuren. Maar ja, ik ben blij dat ik uiteindelijk dat niet heb gezien. Omdat ik ook niet weet wat er zou gebeuren. Nee. Hij hoopt vooral dat zijn verhaal nu anderen aan het denken zet. Want hij ergert zich aan de mensen die zich zichtbaar niet aan de regels houden. Want je kan natuurlijk wel heel stoïcijns door blijven gaan met je leventje. En denken van joh, ik vind het wel prima en het overkomt me niet. Maar als het je overkomt en je gaat dood, dan heb je er zelf geen last meer van, maar je nabestaanden wel. Dat is het. Ja, dat hadden we toch allemaal anders willen zien, toch? Gewoon lekkere gezelligheid. Nou, ondernemers zijn het eigenlijk wel een beetje zat. Toch hebben we ons afgelopen weekend wel allemaal netjes aan de regels gehouden. Dit paasweekend. Op een enkel coronafeestje na dan. Maar zoals een natuurgebied in Broekpolder in Vlaardingen was het prachtig genieten van de natuur. En hield iedereen zich ook, zoals je ziet, netjes aan de regels. Maar ja, al die rust is natuurlijk voor ondernemers niet goed. En dat begint nu echt consequenties te hebben. Dit is Ron de Jong, al 22 jaar een echte horecaondernemer en heeft 5 grote horecazaken in het centrum van Rotterdam met zo'n 150 man personeel. Het salaris betalen voor april en mei lukt hem nog net. Maar als hij ook het vakantiegeld in mei moet uitkeren, vreest hij het ergste. Wij hebben nu 5 bedrijven in het centrum van Rotterdam. En misschien moeten wij ook wel 5 sleutels inleveren. Dat doet pijn. Heel veel pijn. Voor mij, voor mijn compagnons, voor de werknemers. Maar ik denk ook voor de stad Rotterdam, voor de hele samenleving. Dit heeft denk ik niemand gewild. 1 brok emotie. Want wat hij jarenlang heeft opgebouwd, ziet hij nu volledig kapot gaan. Uit een rondgang bij andere horecaondernemers blijkt dat banken allesbehalve doen wat ze zeggen. En verstrekken dan ook amper leningen aan noodlijdende horecazaken. Volgens Ron de Jong moet er dan ook een steunfonds komen vanuit de overheid voor ondernemers. Er moet een steunfonds of iets in die richting moet er komen voor de ondernemers. Want de ondernemers worden nu een beetje vergeten. Met alle goede bedoeling vanuit het ministerie om al het personeel aan het werk te houden. Maar als de ondernemers omvallen, is er geen personeel meer nodig, zeg maar, voor die ondernemer. Uit de rondgang blijkt ook dat vastgoedeigenaren op dit moment nog veel te weinig doen om samen de pijn te dragen. Wij hebben natuurlijk allemaal brieven geschreven, ook dat we het gewoon niet kunnen betalen op dit moment. Dan krijgen we als antwoord, oké, betaal dan in april en mei 50%. En dan doen we die andere de maanden daarna. Die 50%, wat ik al zei, 0 euro omzet is 0 euro omzet. Dus ook 50% kunnen we niet betalen. En er zal gewoon vanuit de verhuurders, en ik hoop dat de politiek daar een beetje druk op kan zetten, er zal korting of 50% kwijtgescholden moeten gaan worden voor de huur. En we moeten dit verlies, en dit moeten we met elkaar delen. Iedereen zal hier pijn van hebben, maar de zorg nu, of het belangrijkste is nu, is overleven. Hij lijkt net op zo'n scanauto die controleert of je wel hebt betaald tijdens het parkeren. Toch doet deze auto iets heel anders. Een soort Big Brother die continu live beelden maakt van iedereen op straat. En deze doorstuurt naar de meldkamer van Stadstoezicht. En dat is nodig ook, volgens wethouder Bert Weidinga. Want op bepaalde plaatsen, parken, pleinen, buurten, moeten we toch af en toe optreden. En met dit voertuig erbij kunnen we nog sneller over de hele stad heen een zicht houden op hoe dat gaat. En die paar mensen die het toch niet willen naleven, de coronaregels, om die een goede bekeuring te geven. Opletten dus als je deze auto ziet, want zodra ze op de meldkamer zien dat je de regels aan de laars lapt, sturen ze handhavers op je af. De auto is overigens een primeur in Nederland. Ik heb begrepen dat dit product nog niet eerder in de markt is gebracht. We hadden hem anders als Songfestival primeur gehad. Nu is het iets minder leuk, maar wel nuttig, een corona primeur. Toch vraag je je af of hiermee niet de privacyregels worden geschonden. Want de beelden zijn continu te bekijken hier op de meldkamer op Kleinpolderplein door Stadstoezicht. Ja, we hebben een streng privacyprotocol. Dus dat betekent hij mag maar beperkte tijd worden bewaard. En alleen de politie mag terugkijken. Alleen de livebeelden, die kan Stadsbeheer zelf meteen gebruiken voor de inzet. Het voelt dus een beetje als Big Brother. Maar ja, het is voor ons ieder veiligheid dat we goed uit elkaar blijven. In plaats van ballonnen, slingers en taart vinden leden van FC Pretoria Rotterdam in Sjaloos alleen een slot aan het hek van het eigen sportcomplex. FC Pretoria Rotterdam is deze week 100 jaar geworden, maar kan dit jubileum niet vieren vanwege de coronacrisis. En dat is een hard gelag voor de club. We hadden zaterdag natuurlijk een georganiseerd om een jubileum te hebben met
alle oude leden. En dat was met 40 man. En daarnaast ook hadden we zondag een hele grote feest voor de leden in de club. En om de club heen. En ja, dat gaat allemaal niet door. Ook Gabriel Flipsen, penningmeester en maar liefst 59 jaar lang lid van de club, baalt dat de 100ste verjaardag van FC Pretoria Rotterdam niet groots gevierd kan worden. Ja, vervelend eigenlijk. Heel vervelend. Je moet iedereen teleurstellen. Ook die oud-leden. Die hebben ook allemaal af moeten bellen. Ja, dat is een beetje triest eigenlijk. Ja, verder heb ik er eigenlijk geworden voor je. Dus ja, helaas. Is de financiële situatie penibel? Vooralsnog nog niet. Maar als het nog, laten we zeggen, tot volgend seizoen zou duren, dan wordt het natuurlijk een probleem. Spannende financiële tijden dus voor FC Pretoria Rotterdam, dat vanwege het coronavirus de festiviteiten even moet uitstellen. Wij denken als de competitie start, want die gaat ooit starten, en laten we vanuit gaan dat we gewoon in september weer kunnen starten, dan willen wij de festiviteiten wel begin van het seizoen weer gaan plannen. Want een 100-jarig bestaan laat je niet zomaar lopen natuurlijk. We want you to go out! Zorgen om ons, hè? Ze zeggen thank you very much. Dit is Margreet Jenison. Ze houdt samen met een paar mensen actie bij detentiecentrum Rotterdam Airport. Ze willen dat de vreemdelingen die door de coronacrisis niet kunnen worden uitgezet, vrijkomen. Het is gewoon natuurlijk heel moeilijk. Sowieso voor iedereen in de coronatijd al een beetje lastig dat je binnen moet blijven. Maar zij zitten dan op zo'n kleine cel en ze hebben geen strafbaar feit gedaan. Dus het is nogal een totaal absurde, onmenselijke situatie. De demonstranten vinden het onmenselijk dat vreemdelingen 21 uur lang per dag op een cel zitten zonder naar buiten te mogen. Ook mogen ze geen bezoek ontvangen. Meneer, ik ben hier omdat ik niet anders kan. En het is vandaag Pasen en ik dacht bij mezelf, ik hou een waken. De bedoeling is, zolang ze niet worden vrijgelaten, om elke dag te gaan protesteren. Eerder pleitte de commissaris van de Raad van Europa ook al voor vrijlating van mensen die enkel wegens gebrek aan de juiste papieren vastzitten in gevangenissen. Rijnmond helpt vandaag vanuit Schiedam, waar medewerkers van orthodontistenpraktijk Alpha Ortho een boodschappenservice zijn begonnen. Ja, hoe is het om orthodontist te zijn in tijden van corona? Ja, het is zeker wel vervelend. Op 16 maart hebben we dan besloten om te sluiten. Ook om ervoor te zorgen dat het besmettingsgevaar minder wordt. We behandelen voorlopig alleen spoedpatiënten. En tot 28 april zijn wij ook dicht. Geniet ervan, tot ziens! En voor wie doen jullie dat? Voor de risicopatiënten, dus eigenlijk vooral ouderen. Je bent al een beetje mee bekend. Je helpt je ouders, je buren. En dat hebben we dus wat groter gemaakt. En zodoende zijn we dan met een boodschapservice begonnen. Wat is nou de reactie van de mensen? Ja, het is echt vooral waardering. Ja, het is echt vooral waardering. Ze vinden het ook echt heel leuk. En dat zie je echt wel dat ze toch echt erg dankbaar zijn. Ja. Heb jij net als Sjaad ook een goed idee of heb je hulp nodig? Ga dan naar de Facebookpagina Rijnmond Helpt of Rijnmond.nl Rijnmond Helpt. Kun jij het nog herinneren? Wanneer was jouw laatste feestje? Lang geleden. Ja. Januari? Ja, misschien februari. Ja, misschien wel. Zo lang geleden, ja. Het werd wel weer een keer tijd. Ja. Tijd dus voor een feestje, midden in Rotterdam. Maar hoe doe je dat in de anderhalve meter samenleving? Op deze manier hebben we koptelefoontjes op, dus er is geen geluid voor de mensen die er niks mee te maken willen hebben. En voor de rest houden we alle rekening met anderhalve meter afstand. We hebben tegen iedereen gezegd dat het heel belangrijk is dat je op je eigen balkonnetje zit, dat je niet mensen uitnodigt of iets dergelijks. Tot 9 uur en iedereen staat mooi op zijn eigen balkon, dus coronavrij zijn we zeker. Het is helemaal coronaproof gemaakt, inderdaad. Dus we gaan gewoon even 5 uurtjes door. Een feestje met 80 koptelefoons. Die moeten wel even ontsmet worden. Ja, we moesten alles ontsmetten natuurlijk. En we moesten alles netjes overgeven met handschoentjes en dergelijke. Dus wat dat gaat, is natuurlijk belangrijk dat we daar zowel de hoogste prioriteit aan geven.
Maar dat is tot nu toe gelukt en we zijn al lekker bezig en we zijn lekker aan de gang. En ik denk dat we het toch wel aardig voor elkaar hebben. Geniet van het weer en de muziek. Geniet van het weer, van de muziek en van de buren. Ja, ja, zo leer je buren nog eens kennen, nietwaar? En het mooiste uitzicht natuurlijk. Ja, zeker. Wat je kunt bedenken. Wat een rust nu, hè. Normaal had ik het liefst hier gewoon gezeten met klinkende glaasjes, veel mensen en gezelligheid. En nu hoor ik daar twee ronkende duiven, dat is ook het enige. 21 april weten we hoe het zit met de maatregelen. Voor nu wens ik u een hele fijne en gezonde dag toe. Ah ja, en straks, hè, sport op Rijnmond. Kijken. Voor meer verhalen en nieuws uit de regio, kijk op Rijnmond.nl of in de Rijnmond-app.